Wat maken smulbladen eigenlijk met oud en nieuw? Ik ga langs bij Peter van Buren, die ons zijn geheime prijs geeft. Ik ga nu dus saucijzen maken van gehakt. En dan maken we straks ook nog een paar saucijzen, waar dus geen vlees in zit. Dat kunnen mensen dan zelf kiezen wat ze hebben willen. Nou, we hebben hier korstplakjes liggen, daar spuiten we het gehakt op. Die vouwen wij dus na het nat maken, vouwen wij ze dubbel. Nou, en deze plaatsen wij gewoon op een bakplaat. Hoeft niet per se ingevecht te worden. Deze is al vet. Nu gaan we dan de, ja, zeg maar vegetarische saucijzen maken. Ik heb ook even een advies voor mensen, die korstplakjes, er zit altijd een plastic laagje onder. Als je die nou erop laat zitten en je maakt dan je saucijs en het dan invriest, droogt de korstdeeg niet uit. Dan moet je gewoon een plastic eromheen laten zitten. Haal het eraf als je ze gaat bakken, want anders is het niet lekker hoor. Zo, dan pakken we dus deze vulling. Die spuiten we erin. Dit is dus soesbeslag met kaas, uien. En kruiden, peperzout en wat je daar maar in wilt doen. Magie, Worcestersaus. Dat is echt puur natuurlijk je eigen smaak erin aan brengen. Nou, dit is water. Dan hecht het korstdeeg beter aan elkaar. Anders bakt het los van elkaar. Deze kunnen tezamen met de saucijzen in de oven. Voor het bakken strijken wij de saucijzen met ei. En dat is gewoon een ei loskloppen in een bekertje, kwastje erin en strijken. Strooi bij de kaas, ui, saucijzen wat kaas eroverheen. En dan gaan ze zo de oven in. En dat doen we voor 22. Dan kijken we eventjes als die piept. En dan geef ik hem nog een paar minuten, of niet. Met oud en nieuw mogen appelbouillets natuurlijk niet ontbreken. Peter laat zien hoe je ze maakt. Dezelfde plakjes die je gewoon in de supermarkt kunt kopen. We hebben voor elke bouillet natuurlijk twee plakjes nodig. Dus kunnen we maar uit één pakje. Nou, ik heb 11 paar appels gebruikt. Dat is dus een appel schillen, schijven snijden, de klokhuis eruit halen. Zelfs gebroken schijven mogen erin. Hier maken wij dus het onderste plakje weer even nat met water. Mag ook met ei, maar ja, water is goedkoper dan ei. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt in het gaatje kaneelsuiker doen. En ik heb dan, wat ik veel lekkerder vind, stop ik daar gele room in. Oftewel maquetbakkersroom, pudding, hoe je het noemen wil. En dat ga ik spuiten wij dus vol. Het wordt heel weinig gebruikt, maar het is ontzettend lekker. En dan pakken wij een ronde steken om vervolgens de appelbouillet eruit te halen. Maak ik de appelbouillets nat en dan doop ik ze in de suiker. Kijk, anders als je ze in de olie bakt, dan haal je ze later door de kaneelsuiker heen. En dat kan dus met de ding uit de oven kan dat niet. Want daar hecht die kaneelsuiker dan niet aan. Nou, wil ik nog wel even de mensen adviseren om ze gewoon op bakpapier te bakken. Want die suiker die maakt je bakplaat dermate smeren. Of vervelend vies dan. Dan moet je de krijgen haast niet meer af.
gaan de appelbilletjes erin. Op 80 of 90 graden. Op 20 minuten. En wachten dan weer. Hier heb je ze. Hoe mooi willen ze hebben?